Didem Kiritskirtas. De Turks culturele dagen zijn dit komende weekend hier bij de moskee. Wat gaat er precies gebeuren? Nou, er staat ons heel veel te wachten dit weekend. Wij hebben op zaterdag, zondag en maandag de Turks culturele dagen in Almelo inderdaad. Er valt vooral heel veel lekkers te eten op die drie dagen. Heel veel Turkse lekkernijen. Maar er zijn ook allerlei activiteiten, onder andere voor de jongere doelgroep, dus echt voor de kinderen. We hebben rondleidingen voor iedereen die geïnteresseerd is in de moskeeën, die graag zou willen kijken hoe het er van binnen uitziet. Dus heel veel diversiteit eigenlijk. Is het voor iedereen bedoeld of juist voor Nederlandse mensen? Het is voor iedereen bedoeld. Dus van alle afkomsten, iedereen is van harte welkom. Alle leeftijdsgroepen. Maar het is natuurlijk ook een hele leuke gelegenheid om de Turkse cultuur eigenlijk te laten zien. Dus ook voor mensen die geen Turkse achtergrond hebben, is het gewoon heel interessant om te komen proeven. Wat voor rol speelt de moskee in de Turkse gemeenschap in Almelo? Dat is een hele goede vraag. De moskee staat eigenlijk heel centraal, ook in ons dagelijks leven. Wij zien dus moskee als een plek van verbinding. We zoeken elkaar graag op hier, maar het is ook een stukje verbinding met de rest van de stad. Met name ook gezien de locatie hier in het centrum, naast de sporen inderdaad. Maar het is echt een plek voor ontmoeting. Het is een bijzonder jaar, want de moskee, de Yunus Emre moskee, die bestaat precies 50 jaar. Maar dit is de laatste keer dat de culturele dagen hier worden gehouden, want er is een nieuwe moskee in aanbouw. Ja, dat klopt inderdaad. Dus voor ons extra emotioneel dit jaar. Wij hebben de Turkse culturele dagen sinds 2007. En dit is inderdaad de laatste keer in deze moskee. Vervolgens gaan we na de zomervakantie over naar de nieuwe moskee. En hopen dan de Turkse culturele dagen daar te doen. Dus ja, het is spannend voor ons. Een stukje afscheid. Maar we kijken er ook naar uit om straks in het nieuwe gebouw dingen te kunnen organiseren. Het is waarschijnlijk wel bijzonder dat in Almelo de eerste moskee werd gebouwd 50 jaar geleden, dus die echt een moskee was. Ja. Dus nieuwbouw, zelfs met een bijdrage van de gemeente erbij en van bewoners en van de textielmaatschappij Ten Kate. Hoe is het betaald, de nieuwbouw? Het is grotendeels door de Almeloze maatschappij gefinancierd en deels hebben we een lening van de Islamitische Stichting Nederland om het te kunnen betalen. Een renteloze lening? Een renteloze lening, inderdaad. Ja. Wanneer kan dit gebouw in gebruik worden genomen? Nou, wij verwachten na de zomervakantie het gebouw in gebruik te nemen. Het openingsfeest laat nog even op zich wachten. Die willen we iets later plannen. Maar in ieder geval na de zomervakantie gaan we over. Als ergens anders in een gemeente een nieuwe moskee wordt gebouwd, dan is de hele stad in opstand en in verzet. In Almelo is dat nooit het geval geweest. Hoe verklaar je dat? Nou, gelukkig dat dat hier niet het geval is. Wij voelen ons eigenlijk ook vereerd om samen te mogen werken met de gemeente op deze manier en alle andere betrokken partijen. Je ziet dat Almelo daar ook echt uniek in is, met name vergeleken met de rest van het land. We zijn een koploper qua ontwikkelingen, maar ook de samenwerking en inderdaad de Almeloze maatschappij. Ja, we zijn gewoon één hier en daarom zegt onze voorzitter ook altijd, ik voel me echt Almeloer en ik ben een trotse Almeloer. En dat is ook hoe wij het ervaren. Dus wat dat betreft mogen wij ons zeker gelukkig prijzen. Ja. Waarom zouden mensen naar de culturele dagen moeten komen in de Kamer? Nou ja, vooral voor het eten natuurlijk. Nee, er valt gewoon heel veel leuks te doen. De kinderen kunnen zich heel goed vermaken. Zoals ik al eerder heb genoemd, er zijn gewoon heel veel lekkernijen. Dus als jullie toch de Turkse cultuur op een heel laagdrempelige manier willen proeven, dan zou ik zeggen, kom vooral zaterdag, zondag en maandag.